Erwin van der Looy, voor de wedstrijd tegen NAC Breda, toen sprak je over een must-win wedstrijd. Geldt dat ook voor RKC? Ja, eigenlijk wel. Dus kijk, als je bij de uitwedstrijden niet de punten haalt die je eigenlijk wel moet halen, zoals bij Utrecht, hadden we echt wel resultaat kunnen halen. Dat hebben we vaker gehad bij een uitwedstrijd. Dan leg je jezelf iedere keer weer de druk op in de thuiswedstrijden. En zeker in thuiswedstrijden tegen tegenstanders die om je heen staan. Dus morgen wordt weer zo'n wedstrijd. Is het moeilijk spelen tegen een ploeg die op de laatste plaats staat? Nou, dat moet nog blijken, want het is de eerste keer dat we er tegen spelen dit seizoen. Maar over het algemeen zie je dat ploeg uit het rechte rijtje, als ze hier naar Almelo komen, dat ze niet per se druk willen zetten. Of dat ze ook wel blij zijn met een gelijk spel vaak. Terwijl ploeg uit het linker rijtje vinden dat ze hier moeten winnen. Meer aanvallen, meer druk zetten en meer ruimte weggeven. Dus dan, die hebben wel meer kwaliteit, maar die geven ook meer ruimte weg. Terwijl de ploeg uit het rechter rijtje over het algemeen wat minder ruimte weggeven. Waardoor je zelf creatiever moet zijn en die ruimtes moet zien te vinden. Betekent dat er een bijzondere aanpak is geweest op de training afgelopen week? Nou, niet bijzonder. Gewoon business as usual. Dus proberen beter te worden met de dingen die we doen. Maar het kan wel zo zijn dat we misschien één of twee accenten zetten die voor deze wedstrijd wel belangrijk zijn. Dus daar kijken we naar. Goed, je bent intussen een trainer die beschikt over een aantal internationals. Die zijn afgelopen weekend weg geweest. Ja. Hoe is daarmee en zijn ze al terug? Ja, ze zijn allemaal terug. Luca had vertraging. Kon hij verder niks aan doen. Door de weersomstandigheden was zijn vlucht gecanceld. Dus die hebben we gisteren op de training gemist. Dat is op zich wel jammer. Dus die is er vandaag voor de eerste keer. Dus ik ga zo met hem in gesprek hoe hij ervoor staat en hoe dat eruit ziet. Ivan was er gisteren weer, heeft gewoon volledig meegetraind. Juho was er gisteren weer volledig meegetraind. Dus die jongens hebben een goede periode gehad. Voor Ivan was het de eerste keer dat hij erbij zat. Dus dat is een mooie ervaring. Dat geeft ook wel weer energie. Juho heeft zich gekwalificeerd voor de EK met onder 21 van Finland. Dat is ook een unicum voor hun. Dus goede prestaties. Dat gesprek waar je net over had, is dat beslissend voor wat er morgenavond op het veld staat? Niet helemaal beslissend. Ik heb wel dingen in mijn hoofd natuurlijk. Maar misschien word ik verrast in dat gesprek, dus we gaan het zien. Er zijn twee spelers van jou die op scherp staan op dit moment. Ja. Vervelend? Nou ja, het is vervelend. Niet dat ze op scherp staan, maar ik denk niet dat ze daar anders door gaan spelen. Maar het zou wel vervelend zijn als ze weer een gele kaart krijgen. Want dan zijn we ze volgende week kwijt. Maar ze moeten, dus ik denk ook niet dat ze zo daarmee gaan spelen in het achterhoofd van als ik een kaart krijg ben ik geschorst. En dat is ook niet nodig, je moet gewoon gas geven en je kan altijd een keer geschorst zijn in het tijdens het seizoen. Hoe kijk je naar RKC? Nou ja, die begonnen heel erg slecht aan het seizoen, maar hebben zich wel verbeterd. En dat zie je de laatste weken ook in het resultaat. Hebben ze toch wat puntjes gesprokkeld links en rechts. Thuiswedstrijd gewonnen. Pas geleden, daarna wel weer verloren van NEC thuis. Wel een aantal keer een rode kaart, waardoor ze ook wedstrijden hebben verloren. En vaak met 11 man op het veld staan ze best oké. Zijn ze niet zo makkelijk te verslaan. Dus iedereen zal denken van hey, 3 punten, maar dat is zo makkelijk zal het allemaal niet zijn. Nee, dat wil ik net vragen. Is het zo dat iedereen rekent er in principe op dat de Rakers die wedstrijd wel wint? Ja, dat denk ik. Nou ja, dat weet ik niet. Dat kan ik me voorstellen, maar zo werkt het natuurlijk niet. En kijk, wij moeten gewoon. Wij staan ook niet super op dit moment. Dus dat betekent ook dat wij ook niet alles goed doen. En dus wij moeten gewoon goed zijn voor ons doen om morgen hier thuis die wedstrijd te winnen. En daar hebben we ook weer keihard de steun van het publiek voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Want dat zit wel goed. Ja, dat zit zeker goed. Ik moet zeggen, de sfeer in het stadion is hier thuis fantastisch. Maar is ook met uitwedstrijden fantastisch als je ons uitvak ziet.